Goedemiddag allemaal, Jeroen Kleinhoog, ik ben partner bij CIOnet en voor degenen die al ingelogd zijn, welkom bij deze sessie die we vandaag organiseren samen in samenwerking met Mendix. En twee interessante sprekers over het onderwerp intelligente automatisering. Wordt je bedrijfsvoering efficiënt, daar efficiënt en effectief van? We gaan daar ruim anderhalf uur over in gesprek met elkaar. We doen dit soort sessies vaker. Er zijn een aantal deelnemers die dit vaker hebben meegemaakt. We doen ze op dit moment misschien wel om de week, soms wel per week. Een virtual conference, gedwongen door COVID, maar uiteindelijk een uitermate efficiënt en effectief middel om enerzijds kennis en ervaringen te delen van verschillende bedrijven in het land, in samenwerking met ons pand. En anderzijds om vragen en antwoorden, meer informatie te krijgen over waar anderen zoal mee worstelen. We hebben een specifieke setting voor. We doen een vraaggesprek vandaag onder leiding van drie panelleden. En we hebben een breakout sessie wat we rondom een stelling structureren, waar we met alle deelnemers in gesprek gaan. Dat zullen twee aparte groepen zijn. En die tijd zullen we dan besteden om ook daar weer wat ervaring met elkaar te kunnen delen. Dat doe ik niet alleen. Ik doe dat vandaag samen met Mariette Vreugel en Floortje Akkerman op de achtergrond. Die eigenlijk de hele organisatie hebben opgezet hiervoor. Mariette is ook een beetje de technical operator voor deze Zoom-sessie. En daarnaast is in deze sessie aanwezig Herman van Bolhuis en Johan de Wit. Die waar nodig aan zullen vullen in de chat en ook de breakouts zullen begeleiden. Nou, we hebben wat huisreglementen. Het is wel zo netjes om een digitale badge op te doen. Dat betekent dat we je vragen om een voornaam, achternaam en vooral ook je bedrijfsnaam er even in te zetten. Dat kan op de rechter, met de rechtermuisknop op het moment dat je op de drie puntjes drukt, volgens mij. Zet vooral video aan. De gesprekken zijn allemaal met video aan. Kies een leuk achtergrondje of laat je keuken zien zoals ik. En zet ook het geluid in uit en aan via mute. Het is mogelijk om mee te doen in de discussie. Stel een vraag via de chat. Dan pikken we hem op. En waar mogelijk, om te voorkomen dat we iedereen om elkaar heen praat, waar mogelijk zullen we je uitnodigen om een vraag toe te lichten of te verduidelijken. En op het moment dat het gesprek gaande is, gebruik de functie Speaker View. Als je alle panelleden wilt kunnen volgen. En pas dit aan de Gallery View tijdens de breakouts. Gallery View staat beter bekend als de Muppets View. Dan heb je eigenlijk al die schermpjes met alle gezichten in beeld. Zoals het begin van de Muppet Show. Even kijken. Heb ik nu alles gehad? Ja, nee, de agenda. We starten eerst zometeen dus met de paneldiscussie, dan de breakout. En aan het einde, als het goed is, en vooral als u zich op tijd heeft ingeschreven, hebben we nog een klein pakketje toegestuurd. Dat is eigenlijk om het technische en het online te veraangenamen met een offline wijnproeverij onder begeleiding van Esther. Dat doen we helemaal aan het einde. En de wrap-up, de afsluiting, is iets over 17:30. En dat managen we strak. Dus wees niet gerust dat langer doorloopt. Dus dat is een beetje de setting voor vandaag. En voor ik aan de slag ga, of eigenlijk in gesprek ga met de panelleden, zou ik eerst graag het woord willen geven aan Hans de Visser namens Mendix. En dan kom ik daarna nog even terug om zowel Jasper als Martijn als twee ervaringen, degene die de ervaring gaan delen, voor te stellen. Ik zou Hans jou willen vragen om kort jezelf voor te stellen. En terwijl je dat doet, ga ik switchen naar een andere PowerPoint deck waar twee, drie slides of vier slides ingaan wat we onder intelligente automatisering verstaan. Hans, ben jij... Ja, kan je me horen? Te verstaan? Helemaal goed. En misschien zou jij jezelf even kort willen introduceren en dan ga ik even die slide oproepen. Heel goed. Goedemiddag allemaal. Erg fijn dat we hier bij elkaar kunnen zijn, ook met alle deelnemers. Mijn naam is Hans de Visser. Ik ben verantwoordelijk voor product management binnen Mendix. Dat betekent dat ik aan de R&D-kant zit, houd me vooral bezig met platformstrategie en ontwikkelingen in de markt. En we hebben deze sessie voorbereid om met elkaar te praten over intelligente automatisering. En als het goed is, heeft Jeroen nu ergens een paar slides gevonden waarmee ik het thema kort wil inleiden voor we
naar de paneldiscussie gaan. Ja, goed zo. We kunnen wat mij betreft meteen door naar slide 2. Ik wilde eigenlijk twee definities gebruiken, of een definitie en wat voorspellingen, om de toon te zetten, om het zo te zeggen. Er wordt ontzettend veel geschreven over intelligent automation. Ik heb zelf, voordat ik bij Mendix kwam 7 jaar geleden, een jaar of 10 in de workflow en case management wereld rondgelopen. En het is heel aardig om te zien dat intelligent automation, hyper automation, die termen worden een beetje door elkaar gebruikt, weer een soort revival meemaken door allerlei technologische ontwikkelingen. En ik vond een aardige definitie van Forrester die denk ik de kern redelijk weergeeft. Waar gaat het om in intelligent automation? Built-in logic, dus het gebruik maken van business logica, robuuste workflows. Ook heel belangrijk natuurlijk in het kader van automatisering. En dan iets wat nieuw is ten opzichte van de wereld waar ik uitkom zo'n 10 jaar geleden, is learning abilities to anticipate customer and user needs, om slimmere processen te maken. Dus het hele idee van het gebruiken van intelligente services, denk aan artificial intelligence, machine learning enzovoorts, om die te verweven met applicaties en daardoor eigenlijk slimmere workflows te creëren die uiteindelijk je bedrijfsvoering meer productief en efficiënt maken. Nou, dat sluit eigenlijk naadloos aan op het thema wat we voor deze middag hadden bedacht. En om het te larderen met twee voorspellingen van Gartner op de laatste slide, wil ik eigenlijk dat gebruiken als brug, zeg maar, naar de discussie. Aan de ene kant zie je dat infrastructure en operations teams, dus IT-teams, deze soort technologieën gaan gebruiken om hun eigen werk slimmer in te richten. Denk aan AI-augmented automation of AI-assisted development, zoals het ook al wordt genoemd. En er is een voorspelling van Gartner dat ongeveer 40% van alle teams, zeg maar, die op dat gebied actief zijn in de wereld van IT, dit soort technologieën gaan inzetten om uiteindelijk IT productiever te maken en meer wendbaar en schaalbaar. Nou, dat is denk ik een hele interessante insteek voor de discussie van hoe gebruiken we dit soort technologie binnen de IT-discipline zelf om slimmer te automatiseren. Dus kan je natuurlijk twee kanten op uitleggen. Intelligente automatisering kan binnen IT toegepast worden om intelligenter met je resources bijvoorbeeld om te gaan. En aan de andere kant, en dat is ook een interessante, rond 30% van de organisaties in 2024 gebruiken hyperautomation technologieën om nieuwe processen te optimaliseren of herontworpen processen te optimaliseren. Daar zie je, zeg maar, de convergentie van allerlei technologieën samenkomen, waardoor je op een totaal andere manier dan een paar jaar geleden nog mogelijk was automatisering kunt bedrijven. En dat is precies wat twee panelleden vandaag de dag doen. En misschien kunnen we even kort naar de introductie gaan en dan gaan we naar het gesprek. Mijn muis is gestorven. Even kijken hoor. Ja, daar is die weer. Stop share. En dan hangen we even terug naar die andere. Dan is die. Oh wacht, ik moet eerst uit deze modus. Hey. Moment hoor. Nog een keer. Ja. Ja, daar komt ie. Helemaal goed. Dankjewel Hans. Zal ik kort even de deelnemers introduceren. De setting, misschien nog voor de luisteraars, of sorry, de deelnemers van de panel. De setting van vandaag is ook een beetje dat Hans en ik een beetje een soort dual het gesprek leiden. Dus ik probeer dat een beetje binnen de tijd te houden. En het vraaggesprek zal samen tussen Hans en mij zijn, maar vooral met Jasper en Martijn. Nogmaals, het is dus het wordt aangemoedigd om eigenlijk eerst in de chat vragen of opmerkingen of disagreement, dat mag ook als ik het ergens niet mee eens ben, te delen, ongeremd. Tussentijds, voordat ik de heren voorstel, tussentijds zullen wij ook een paar polls lanceren.
een paar vragen, een stuk of 2, 3 hebben we voorbereid die vanzelf op het gesprek verschijnen, die Marita kiest om te laten zien, waar in ieder geval wordt gevraagd om even op te reageren en zijn mening te geven. Nou, ik zou graag eerst het woord willen geven aan Jasper, over naar Den Haag zou ik willen zeggen, van de HTM. Jasper, jij bent de CIO bij HTM, maar misschien zou je kort jezelf even willen voorstellen. Jazeker. Als de man voor in de tram. Jazeker, ik denk toepasselijk achtergrondje. HTM, waarschijnlijk kent iedereen HTM wel als toch de vervoerder in Den Haag en omstreken. Club van 2100 man. Ben daar nu een jaar CIO, interim. En we zijn daar eigenlijk afgelopen 2 jaar ben ik daar al bezig om te zorgen dat we alle oude legacy weghalen. En eigenlijk zorgen dat we steeds flexibeler en wendbaarder functionaliteit aan het bouwen zijn voor eigenlijk iedereen die aan het zorgen is dat mensen van A naar B vervoerd worden. En een van de delen die we daar op ingezet hebben is Mendix als low-code platform. En daar zijn we half jaar terug mee begonnen. En dat werpt zo links-rechts een prachtige vrucht af. Verder woon ik zelf in Leiden. 2 kinderen. Puberkinderen die heerlijk aan het puberen zijn. Zeker in deze tijd is dat af en toe best een uitdaging. IT-afdeling van een man of 45. Die deels in de normale operationele IT zitten. Maar steeds meer proberen we mensen binnen te halen die graag ook willen bouwen en veranderen. Dat even heel kort. Oké, dankjewel. En dan over naar Rotterdam. Althans, vertegenwoordiger van de gemeente Rotterdam, Martijn, hoofd digitale strategie bij de gemeente. Zou je kort jezelf voorstellen? Ja. Wie je bent, wat je doet, duiden wat de digitale strategie bij de gemeente Rotterdam inhoudt. En dan komen we zo terug naar in het onderwerp. Dat even samenvatten in 2 regels en dan kunnen we weer door. Martijn Groenewegen, ik ben hoofd van afdeling strategie. En dat is de digitale strategie, ongeveer 15.000 medewerkers, ambtenaren allemaal, die van alles nog wat doen binnen de stad. Van zeg maar handhaven op straat, parkeren en dat soort zaken tot het ontwerpen van de stad over 30 tot 50 jaar. We hebben een centrale afdeling die verantwoordelijk is voor informatisering, automatisering, ongeveer 900 man. En wij zijn iets van 4 jaar geleden inmiddels, zijn wij gestart met de introductie van low-coding. En dat past eigenlijk perfect in zeg maar de volwassenheidsontwikkeling van het Shared Server Center. Ooit begonnen met technisch beheer, applicatiebeheer bij elkaar vegen. En na een paar jaar toch eens na gaan denken over van hoe sluiten wij nou aan op de businessvraag en de toegevoegde waarde. En in die hele transitie is op een gegeven moment low-coding geplaatst van, nou ja, de wereld van schaduw-IT die tierde wildig, zoiets. En daarin hebben wij low-coding eigenlijk als alternatief aangeboden. En daar, ik denk dat dat tijdens de paneldiscussie wel verder nog uitgediept wordt. Maar inmiddels aardig wat ervaring en als belangrijkste insteek eigenlijk dat wij niet zozeer hebben gekozen voor alleen maar low-coding, maar dat dat ook voor ons een bewuste keuze was om agile te gaan werken. Dus veel meer de manier van werken voorop hebben geplaatst dan het platform. Is dat zover? Helder, dank je wel Martijn. Ik stel voor dat ik de slide even afsluit. Marita, kunnen we naar Spotlight gaan? Kijk hoor. Ik zit eigenlijk de hele tijd naar die slide te kijken. Marita? Ja, iedereen is gespotlight. Dat is je eigen view. Kun je zelf aanpassen. Oh ja, ja, ja. Speak view. Ja, speak view, sorry. Ik zit altijd wel zo krampachtig vast te houden aan die PowerPoint. Dat is op 1 scherm, daar word je altijd helemaal zenuwachtig van. Goed, dankjewel. Allebei ervaring met low-code platform. Is dat jullie, is dat... Want we hebben eigenlijk een brede definitie net gezien van intelligente automatisering of hype automation. Zijn dat jullie eerste schreden op dit pad als bij HTM? Of zijn er wat meer ontwikkelingen waar jullie al zeg maar bezig zijn wat onder dat noemen hype automation kunt scharen? Nog niet. Er zitten wel voorbereidingen in. Maar voor hype automation heb je een aantal basiszaken onder in je infrastructuur nodig. En in je dataopslag en dat soort zaken. Daar zijn we ook vooral vol mee aan de slag om die basis goed neer te zetten. En vervolgens kan je kijken van, jongens, wat ga ik daar dan bovenop zetten?
om richting de hyperautomation door te groeien. Maar dit is vooral de basis die we nu aan het bouwen zijn, in combinatie met oké, laten we zoeken naar een goed platform waar we snel functionaliteit kunnen ontwikkelen, kort, iteratief, en ook in, ja, eigenlijk liefst de vragen en de functionele wens voor zijn van de gebruikers. Dat is eigenlijk het doel wat we constant nastreven. En dat gaat tot nu toe gaat dat redelijk goed. En je ziet gewoon dat mensen eigenlijk per sprint verrast worden wat je kan bouwen in een korte tijd. En hoe dat ook aansluit bij de wensen die men heeft. En dat zit vooral op dit moment echt in de procesautomatisering. Ja, ik kan je voorstellen als er een medewerker van HTM op straat rondrijdt of wandelt. Als iemand die in de service- en veiligheidshoek zit of gewoon een bestuurder van een tram is. Die ziet iets wat stuk is. Ja, of het nou een verkeerslicht is, een knop in zijn tram of een bord waar verkeerde informatie op staat. Dat wil die direct kunnen melden. Ja, die melding die moet naar een instantie toe binnen HTM. En dat kunnen zoveel verschillende instanties zijn dat je dat slim moet automatiseren. Dus daar wordt op dit moment heel veel aan gewerkt. En dan zie je dat we ook in snelle grote stappen heel veel kunnen wegautomatiseren. In een half jaar hebben we daar al echt 15-20% van de effort die we eigenlijk altijd al handmatig deden, wegautomatiseerd. Wie neemt nu het voortouw bij jullie in dat soort trajecten? Komt dat uit de business qua ideeën? Of hebben jullie al een soort portfolio aan de IT-kant die je wil afwerken, om het maar zo te zeggen? Ik ben benieuwd naar hoe dat proces bij jullie verloopt. En het begon eigenlijk met een soort samenspel van een van de functioneel beheerders met een van de managers op de afdeling regie, zoals dat heet. Die had zich zo leuk en aardig, telkens zijn we bezig met een externe partij te vragen om een applicatie te bouwen of te creëren. Dat traject duurde meestal 1,5-2 jaar en dan had je maar heel weinig. En die zei van, joh, volgens mij moet dat veel sneller kunnen. Dus die was gewoon op zijn zolderkamertje zelf begonnen om wat te bouwen. En toen zeiden, ja, volgens mij moet dit ook veel gestructureerder en sneller kunnen in een bredere vorm. Hmm. Dus we zeggen, laten we dus zoeken naar een platform daarvoor. En toen kwamen we bij een low-code platform uit. En dat hebben we eigenlijk samen met de business hebben die keuze gemaakt. We zeggen, joh, laten we een robuust platform kiezen wat ook past bij ons in onze architectuurlandschap. En op die manier verder door kunnen bouwen. En dat is constant in een gezamenlijk initiatief waar de business zegt, joh, dit zijn onze functionele wensen. En vanuit IT kijken we constant, hoe past dat in ons landschap? Hoe past het in de architectuur? En laten we daar dan snel op doorbouwen. Hoe is dat, Martijn? Hoe is jullie ervaring mee? Jullie zijn iets verder mee, hè? Zijn net in je introductie, of langer hiermee bezig, met die hyperautomation. Ik denk dat het vooral te maken heeft met de ontstaansgeschiedenis van ons IT-landschap. Wij komen echt voort vanuit een shared service idee, hè? En dat is best wel uw vraag wij draaien geweest. En op een gegeven moment zagen wij ook wel dat vanuit verschillende business units min of meer dezelfde vraag tot ons kwam. En niemand vraagt om een low-coding platform, hè? Tenminste niet om een platform als zodanig. En wij hadden een club in place die maatwerk maakte, echte Java-kloppers. En alleen dat duurde best wel lang, leidde niet altijd tot zeg maar de acceptatie van wat er werd opgeleverd. En toen hebben we ook gekeken, nou ja, wat ik zei over een andere manier van werken, agile. En of we daar ook andere technologie ter ondersteuning bij neer konden zetten. En een van de dromen die we daarbij hadden was dat uiteindelijk, en dat is volgens mij een term die ook echt vanuit de Mendix-hoek komt, dat je een soort biz DevOps hebt. Met andere woorden, mensen die echt in de business zelf zo ongeveer hun eigen automatisering zouden kunnen vormgeven. En daar hebben wij een experiment gedaan. Binnen no time hadden we eigenlijk, dat smaakte naar meer. En dat is in 2016-2017 is dit traject gestart. En daarmee liepen we voor op de vraag vanuit de business. Dus er kwam eigenlijk helemaal niemand die deze oplossing had bedacht. Maar we zaten wel aardig goed in de markt om te kijken van, nou ja, wat zou hier bij onze behoefte zelf passen? Om ook, zeg maar, het gat waar vooral veel schaduw in IT in zat, om dat te kunnen vullen. Omdat mij wel was opgevallen dat als je het hebt over toegevoegde waarde bij de business, daar vooral werd gesproken in termen van ja, eigenlijk oplossingen die uiteindelijk vanuit schaduw-IT worden neergezet.
Nou ja, eigenlijk na jaren wij heel snel kunnen aantonen dat je rap toegevoegde waarde kan leveren in termen van functionaliteit. Wat mij opviel, is dat ik nooit discussies kreeg over hoeveel het kost, wat de doorlooptijd is en wat er wordt opgeleverd, of dat überhaupt aansluit bij wat er gevraagd was. En dat viel eigenlijk positief op ten opzichte van een hoop van uit het andere portfolio. Waarom? Waarom mensen daar niet bij betrokken? Of maakt ze het daar niet druk om? Nou, ik bedoel dat de opdracht. Wat is de winst? De opdrachtgevers van die low-coding oplossingen. Dat die dus erg positief waren over de doorlooptijden. Wat er werd opgeleverd en de kosten zelf. Omdat die aanzienlijk lager waren dan andere trajecten die wij normaal deden. Dus projecten opstarten, wat langere doorlooptijd. En behoorlijk wat uren die we eraan moeten spenderen. Dus het was zeg maar de time to market, die was een stukje korter. En dan weet je vaak als opdrachtgever zelf ook wat je hebt gevraagd. Dus dat viel eigenlijk veel beter, zeg maar, in termen van tevredenheid. En even zeg maar terug naar de andere vraag ook van, hebben wij nou andere vormen ook? Dat low coding, dat hebben we, dat is 4 jaar geleden ongeveer geïmplementeerd. Inmiddels hebben we ook RPA in place, ook behoorlijk breed eigenlijk al ingezet in verschillende business eenheden, chatbots en we hebben hier en daar wat algoritme geïmplementeerd, maar daar is behoorlijk wat aandacht voor in de media, dus daar hou ik me maar even weg van. Maar in ieder geval zeg maar op die terreinen, daar zie je dat we veel meer zeg maar aan het vernieuwen zijn vanuit meer de technische mogelijkheden dan dat er een business demand is. En uiteindelijk komen die twee natuurlijk op elkaar en dat is ook een prima oplossing voor elkaar. Maar we experimenteren zelf eerst met nieuwe technologie en kijken of we daar zeg maar bestaande vraagstukken mee op kunnen lossen. En dat is redelijk succesvol. Martijn, zie jij al cases voorbij komen waarbij RPA en low-code gecombineerd worden? Ja, die hebben we al geïmplementeerd zelfs bij de TOZO-regeling, dus ja. De tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen aan het begin van de corona. Daar hebben we met Mendix hebben wij een eigenlijk een soort webapplicatie of intelligent aanvraagformulier ontwikkeld. En uiteindelijk is in de administratieve verwerking op de achtergrond is daar een integratie met UiPath in ons geval gemaakt. Zie je die wereld ook bij elkaar komen? Of was dat een, voor jouw gevoel een one-off die toevallige keer ontstond, maar niet structureel toegepast gaat worden, zeg maar, qua pattern? Nou, het is een beetje afhankelijk van het vraagstuk. Hè. We hebben ook voorbeelden waarbij gewoon zeg maar intelligente Excel-sheets in een app worden gemaakt van Mendix. En ja. Daar geldt het dan niet. Maar wanneer er data geprocessed moeten worden naar back-office systeem of dat soort zaken, dan is zeg maar zo'n combinatie van die twee, dat is eigenlijk een best wel succesvolle formule. Alleen het is iedere keer afhankelijk van wat is nou eigenlijk de beste oplossing voor het vraagstuk dat er is. Hè? Als het even quick and dirty moet, dan gebruiken we eigenlijk een RPA. Is het wat fundamenteler, waarbij je ook veel meer moet waarborgen, eigenlijk dat je data management goed op orde hebt. Ja. Dat kan je met de RPA doen, maar eigenlijk zoeken we daar ook wel een een voorziening waarbij je data beter kan managen. Ja, dus het is afhankelijk van de omvang van het vraagstuk en hoeveel data je dan vervolgens moet verwerken. Ja, precies. Jasper, hebben jullie bij HTM ambities om dat soort nieuwe technologieën ook in te zetten? Jawel. Je ziet ook langzaam die vraag ontstaan. Maar daar zijn we nog niet. We zijn nu echt bezig om een paar aantal basiszaken neer te zetten. Die vele opties ook, wat Martijn zegt, echt een goede basis nodig hebben waar je data in kwijt kan. Ik kan je voorstellen dat je alle dingen die we nu doen rondom incident management, waar ik het net even over had, ja. dat gewoon in goede back-office systemen terecht moet komen en dat je daar vandaan weer verder gaat. Wat je nu steeds meer ziet is dat we de interactie met die gebruikers, we hebben een Mijn HTM app in ontwikkeling gezet, ongeveer nu 7 maanden terug. Die hebben we heel vrijelijk ontwikkeld samen met bestuurders en chauffeurs. En ding live gebracht. En eigenlijk hebben we telkens de groep die daarmee live was gevraagd, welke functionaliteit zij er dan nu als volgt in willen hebben.
Dat hebben we in telkens een hele korte sprint hebben we dat telkens opgeleverd. En nu zie je dat van de 2100 medewerkers, dat we nu over de 1000 actieve medewerkers hebben die die app gebruiken. En daar zie je... Wat doet die app, Jasper? Die app die hebben we als eerste neergezet eigenlijk om snel te zorgen dat we bijvoorbeeld werkplekken kunnen reserveren nu in coronatijd. Dat je niet te veel mensen op kantoor krijgt. Vervolgens hebben we gezegd, daar stoppen we zo snel mogelijk nieuwsberichten van HTM voor onze medewerkers in. Ook heel interactief, dus je kan er ook filmpjes in zetten, je kan er documenten in delen. We hebben een enquêtemodule erin gezet. Telkens bouwen van dit soort kleine modules in. Degene waar ook direct om gevraagd werd, was een klein stukje functionaliteit, zodat je kan zoeken van oké, iemand vraagt van naar de ambassade van Amerika. Welke lijn moet ik dan hebben? Waar moet ik uitstappen? Die hebben we ook in 2 weken daarin gebouwd en opgeleverd. Je ziet dat heel snel je dus iets kan leveren in functionaliteit, die ook constant volgens architectuur past. Ja? En dat mensen daar ook direct kunnen zeggen, nee, dit werkt wel, dat kan nog een beetje anders. En dan kan je dus in 2 tot 4 weken, en soms 6 tot 8 weken, kan je echt significante functionaliteit bouwen. Bovenop een datalaag die we eronder gezet hebben, die voor ons steeds efficiënter wordt. Want elk deeltje dat we bouwen, proberen we ook zo generiek mogelijk te bouwen. Je kan hergebruiken, en dat is het mooie van Mendix. Dat je zo modulair mogelijk gaat werken en dingen kan hergebruiken. Ja, dat is interessant. Jij zei ook... Ja. Hebben jullie dat je op een andere manier je IT-functie moet inrichten om dit goed te kunnen toepassen? Ja, wat je ziet is dat we steeds dichter bij die business zitten. Dus daar zou je snel antwoord moeten geven. En het grootste issue was, als ik iets wil veranderen in de applicatie, moet je een change-proces in. En dat change-proces, ja. Dat duurde op zich al 3 tot 4 weken standaard. Nou, weet je, dat wil je niet. Je wil eigenlijk gewoon zorgen dat als iemand wat vraagt, wil je kijken of je in 2 tot 4 weken ook echt functionaliteit kan leveren. Dus daar hebben we onze processen moeten aanpassen. En dan ziet zo'n team, wekelijks zitten ze met een architect erbij aan tafel. Om te kijken van hoe kunnen we dit zo oplossen. En dan moet je dus ook agile gaan werken, anders gaat het gewoon niet vliegen. En dat was in het begin wennen voor iedereen. Maar nu zie je dat het ook echt wel snel antwoorden oplevert. Of ook gewoon, joh, dit kan nu nog niet. Dus dat doen we nu ook nog niet. Of we zoeken daar een tijdelijke oplossing voor. Die we dan ook wel op de lijst zetten, die later op moet ruimen. Jasper, kleine huishoudelijke, jouw microfoontje lijkt te schuren langs de kraag van je shirt. Dus oké. Als jij denk ik, je snoertje iets moet verzetten. Zo beter? Daar zit hij. Ik denk dat... Ja, volgens mij wel. Dat het probleem. Ja. Ik vond het interessant dat Martijn net de opmerking maakte dat... De inzet van low-code in zekere zin een soort bewijslast met zich meebrengt dat het ook daadwerkelijk succesvol is en dat je bij wijze van spreken business case van tevoren doorrekent omdat je bij wijze van spreken het vergelijkt met andere meer traditionele technologieën. Is dat iets wat jullie bij HTM ook expliciet doen om te kijken van, ja, met welke technologie bouw je nu wat? Of, Ja, we hebben eigenlijk daar een soort drielaags model in. We hebben gezegd, jongens, wat generiek is, generieke functionaliteit die je gewoon buitenover kan kopen, die kopen we gewoon. Alles wat OV-specifiek is, gaan we kijken, joh, moeten we dat kopen of gaan we dat bouwen? Ja. Afhankelijk van, oké, hoeveel echt specifiek zit erin? En alles wat echt HTM-specifiek is, dat bouwen we gewoon in Mendix. En dat is eigenlijk de basiskeuze die we daar dan in maken. En maak je per project... OV-specifiek, wordt het uitgewisseld? Steeds meer. Wat je ziet is dat we nu samenwerking steeds meer met GVB en RET hebben. GVB heeft een aantal stukjes functionaliteit van ons al overgenomen. Dus die zijn ook bezig in Mendix. En met RET zijn we inmiddels ook in gesprek om te kijken of we dingen samen kunnen doen. Je ziet natuurlijk dat we relatief veel dezelfde soort processen hebben. Ja. Dat lijkt me. Goed, misschien mooi onderwerp. Net werd het al wat over architectuur. Om even kort stil te staan bij de resultaten van de poll. Die slaat heel duidelijk uit. Internet zin kun je niet bereiken zonder goede architectuur. Wordt dat gedeeld, Martijn? Ervaar je dat ook zo? Ervaart de business dat ook zo? Nee. Je bent natuurlijk een beetje met experts op elkaar. Ervaart de business dat ook? Nee, helemaal niet. Nee, ja, dat moet je allemaal op de achtergrond eigenlijk gaan regelen. Ja, niemand vraagt. Niet meer lastigvallen bedoel je? Nou ja, dat is het. Dan krijg je allemaal van die hele intelligente mensen die praten in termen die jij gewoon niet begrijpt. Dus dat moet je gewoon voor ze regelen.
En kijk, het is wel wat net ook al even langskwam, is de herbruikbaarheid van verschillende bouwblokken. Dat is eigenlijk ook wel de kracht. Hè? Je gaat aan het begin ga je allemaal dingen neerzetten om te bewijzen dat low-coding werkt. Maar de kracht van een platform, die komt eigenlijk later, doordat je gewoon generieke bouwstenen gaat ontwikkelen, die je bij iedere volgende vraag dus sneller, zeg maar, aan elkaar kan klikken, zal ik maar zeggen. Nou, om dat bij te houden, heb je een behoorlijk strakke architectuurbenadering nodig. Alleen, er gaat niemand lastigvallen met dat ze onder architectuur moeten werken. Dat moet je gewoon eigenlijk als professionele zelfdiscipline moet je opleggen. Als je schaalbaar wil blijven en snel kunnen bewegen, dan moet je dit wel als vertrekpunt hebben als je start. In het begin ga je vooral bewijzen dat je sneller bent, goedkoper en beter kan aansluiten op de gewenste functionaliteit. Maar we hebben gelukkig vanaf het begin af aan een hele goede combinatie gehad van een paar ontzettende, streng in de leer zijnde architecten. Die we gelijk in het centrale Mendix team hebben gezet. Dus, daar plukken wij nog steeds de vruchten van. Dus de herbruikbaarheid, en dat zag je ook aan het begin van die coronatijd, dat je gewoon binnen een week, 10 dagen eigenlijk gewoon iedereen kan verrassen met een goed doordachte toepassing, die voldoet aan iedere functionele vraag die je hebt gesteld. En als je achteraf dan zegt van, nou ja, goed, daar is ook ongeveer 2 jaar architectuurbenadering heeft daar gelijk aan meegelopen. Dat is waar niemand om vraagt. Dat moet je echt zelf willen doen. Dus wij hebben het ook opgestart vanuit het informatiseringsdomein. Ik denk dat eerlijk gezegd dat als het low-coding was gestart vanuit een businessvraag, dat je daar wat minder aandacht aan had besteed. Dus sluit goed aan bij de vraag van Linda van Shell over wie ontwikkelt er nu precies. Zijn dat mensen uit de business of zijn het de IT-professionals? En ik zie ook wel een spanningsveld, zeg maar, tussen de zogenaamde wereld van no-code, waarbij je wat er wel genoemd wordt citizen developers aan de slag laat gaan, en de wereld van low-code, waarbij je nog steeds, zeg maar, regie houdt aan de IT-kant. En je hebt natuurlijk allerlei mengvormen. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan, Martijn? Ja, wij starten geen project zonder dat er een product owner vanuit de business is. En dat is ook wel redelijk strengig. Langzaam groeien wij toe naar een model dat, zeg maar, de regie. En dan moet je dat vooral zien als, we hebben een code of conduct voor de herbruikbaarheid van bouwstenen. Dus wat meer, zeg maar, de architectuurbenadering, zorgen dat het platform en de integratie die nodig is, dat is wat je echt vanuit de IT-domein doet. Maar langzaam hebben wij gewoon, business teams die zelf functionaliteit maken op het platform dat we aanbieden. En het is altijd een multidisciplinair scrum team in deze. Dus mensen vanuit het, ons low-coding team, die werken altijd samen met mensen vanuit de business die daadwerkelijk bepalen, prioriteiten zetten en dat soort dingen. Dus het is altijd een samengesteld team vanuit die verschillende disciplines. Waarbij altijd voorop staat dat de product owner, die is in charge. En dat doen we al vanaf het begin. Dus het is, maar je ziet het langzaam verschuiven, dat je wat nog meer flexibiliteit eigenlijk krijgt, doordat die regiefunctie, de richtlijnen, het architectuurdeel, dat is wat wij aanbieden en bewaken. Maar dat het daadwerkelijk neerzetten van de functionaliteit en het ontwikkelen ervan steeds vaker echt in business teams plaatsvindt. En helemaal in het begin was het in dat kader, Martijn. Wat zei je? Ja, in dat kader zie ik ook een Thijs namens bij Rijkswaterstaat merkt een vergelijkbare trend in de chat. Maar zeg jij nu van, bij ons is altijd die samenwerking zo, want je vertelde ook volgens mij in de voorbereiding, jullie hebben iets van 65 applicaties al op basis van low-code ontwikkeld. Ja. Is dat altijd, zeg maar, de aansturingsmodel, of laat je ook nog wel eens wat vrij? Want voor mij is dat ook, misschien Thijs, wil jij zo zelf nog even reageren daarop, wat je daar stelt. Ja, ik hoorde alleen... Maar laat je ook wel eens wat vrij? Ik hoorde net niet wat je zei, want jullie bevroren allemaal op mijn beeldscherm. Dus als je je vraag zou willen herhalen, dan
Zou dat handig zijn? Ja. Nou, de eerste vraag aan Martijn. Naar aanleiding van misschien een soort stelling die jij doet in de chat. En dat is ook de vraag. Zie jij ook dat worden al die applicaties nu altijd in die samenwerking gedaan? Of laten jullie ook wat dingen aan de business vrij? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar bij Rotterdam. En dan naar Rijkswaterstaat. Martijn? Ja, vroeger heette dat allemaal kaderstelling en allemaal moeilijk. En tegenwoordig noemen we dat allemaal speelveld, hè, wat we dan aanbieden. En binnen dat speelveld zie je dat er aan de businesskant zelf applicaties gemaakt worden. Maar de kwaliteit van wat daar dan geproduceerd wordt, wordt altijd gecontroleerd en vastgesteld door het centrale team. Het is ook nog niet zover dat die teams alles zelfstandig zouden kunnen doen. En er is gelukkig, ze zoeken elkaar ook gewoon uit zichzelf op. Hè? Dus helemaal zelfstandig iets maken en zo, ja, dat gebeurt wel, maar dan is het gewoon een eerste versie. Maar de kwaliteit die wordt altijd vastgesteld en bewaakt door het centrale team. Dus ja, het is een beetje zeg maar vrijheid in gebondenheid. Hè? Alleen voelt het gelukkig niet zo. Je zet gewoon de kennis en de richtlijnen in om daadwerkelijk de business te helpen. Maar juist om ervoor te waken dat wat er wordt opgeleverd ook herbruikbare componenten zou kunnen bevatten, is zeg maar die kwaliteitstoetsing van het centrale team in place. Maar Martijn, jij maakte net ook de opmerking. Hoe zitten jullie thuis? Sorry. Wie gaat er eerst? Nou, ik was eigenlijk benieuwd. Thijs. Ja, maar eerst Thijs. Ja, ik was benieuwd Thijs. Thijs, hoe jullie ervaring is. Nou, wij hebben al een jaar of 6 gebruiken wij Mendix binnen Rijkswaterstaat. In de afgelopen 5 jaar is daar weinig sturing op geweest. Weinig centralisatie, waardoor de business ook zelf applicaties is gaan ontwikkelen. Ja, en als overheid heb je onder andere te voldoen aan de bio-richtlijnen. Dat gaat over, onder andere over security, je hebt AVG-zaken. En je ziet toch dat wanneer de business ontwikkelt, dat ze minder de IT-kennis hebben voor het kunnen beheren van een applicatie. En daar gaat het dan ook regelrecht op mis. Dat er bijvoorbeeld heel veel third-party apps, modules, libraries zijn gebruikt waar geen SLA op is afgesloten. Dus krijg je een security incident, dan is niet altijd de kans dat je het kan oplossen. En dat stukje ontbreekt. En daardoor, waar wij naar streven is, eigenlijk net zoals bij gemeente Rotterdam, ook een scrum team, een setting van businesskennis met IT-kennis combineren. Want iedereen heeft zijn eigen vakgebied, zeg maar. En ja, IT speelt daar een belangrijke rol in om zo'n applicatie duurzaam te krijgen. Ja, ik denk dat het uitermate belangrijk is. Ik was ook benieuwd naar, Martijn noemde net dat hij met een soort shadow IT-situatie te maken had binnen de gemeente Rotterdam. Is dat dan ook afgenomen de laatste tijd of kan je dat nog niet echt zeggen? Ik durf dat niet te zeggen vanuit de formele functie. Ik meen van wel. Ja. Omdat wij veel meer vragen krijgen die, naar wij denken, vaak snel even bij een derde partij werden belegd. En dat team, het centrale low-coding team, dat is dusdanig populair, dat die hebben een backlog van heb ik jou daar, zeg maar. En daar weten we gelukkig snel weg te werken, hoor. Maar ze worden heel goed gevonden en daaruit haal ik wel van dat is in ieder geval een prima alternatief voor wat je in de markt zou neerzetten. En zeg maar even, wat Thijs net zei, is ja, net zoals architectuur, hè, dus by design security, bio, AVG, dat brengen wij eigenlijk gewoon als vereiste mee aan tafel om alles wat gemaakt wordt, ja, dat moet daar gewoon aan voldoen. Alleen, vroeger werd er nog wel eens verwezen van, de business moet eraan voldoen. Alleen, ja, daar heb je wel kennis voor nodig om dat toe te kunnen passen in je oplossing. En ja, precies op dat domein zitten wij als centrale organisatie en ontzorgen we wat dat betreft de business. We maken ze bewust van, maar vervolgens gaan we helpen om het in de oplossing te verwerken. Ja.
Verwacht je daar ook ondersteuning vanuit het platform voor? Uit interesse als product manager, om maar zo te zeggen? Of is dat iets wat meer een organisatie vraagt? Hij vraagt helemaal niks aan, joh. Nee. Oké, dat kan. Dat is weer van je roadmap, Hans. Precies. Ja. Nee, maar ik merk nee, ik wil er wel serieus beantwoorden. We hebben een... Kijk, vanaf het begin af aan hadden wij een... ik ben even het productnaam kwijt, maar... er zit een kwaliteitstool in om de kwaliteit van je code, zeg maar, te meten. Ja. Zodat je als ontwikkelaar, zeg maar, directe feedback krijgt op wat je maakt of dat voldoet aan onderhoudbaarheidseisen. Ja. Het is een AQM of zoiets, volgens mij. Correct. En dat hebben we eigenlijk vanaf het begin af aan hebben gedaan. We hebben intern afspraken gemaakt over van, nou ja, hoe documenteer je nou wat je hebt gedaan? Waar kun je nou, langs welk framework of welke richtlijn kwaliteitseisen, hervindbaarheid van wat je hebt gemaakt. Mm-hmm. Dat hebben we allemaal in een code of conduct vastgelegd. En ook derde partijen, want we werken met een heel netwerk eigenlijk van leveranciers. Die moeten zich volledig committeren aan die code of conduct. En dat, en anders komen ze ook niet op de opdracht. En dat wordt ook gecontroleerd. Ja. Ik doe even een huishoudelijke break. Want we gaan zo naar de breakout. Er zijn eigenlijk twee vragen nog voordat we naar die breakout gaan. De ene is, Herman doet de stelling, als Gartner gelijk heeft en de operationele kosten gaan naar beneden, dan zou je dus ook meer kunnen besteden aan innovatie. En dat is volgens mij een beetje gedekt door die tweede poll, of niet Herman? Want low-code slaat de brug tussen IT en business. Ik bedoel hem eigenlijk anders, hoor. Ik bedoel hem een tikje anders eigenlijk. Zo, want iedereen klaagt altijd dat we 80% van ons IT-budget vastgelegd hebben in operationele dingen en eigenlijk heel veel legacy. Geeft dit nou mogelijkheid om meer ruimte te maken voor nieuwe dingen en andere transities? En dat is niet helemaal gedekt door die poll, zeg maar. Die poll trouwens, die is wel echt 100% wat ik zag. Dus dat is bij meer aan Jasper en misschien Martijn van als jullie nou mogen kiezen, ga je dan ook andere dingen doen? Helpt dit nou in de verhouding? Een beetje. Weet je, als ik bij ATM kijk, zie je dat we daar ook, we krijgen meer oog voor dingen om te proberen, zou ik het zo zeggen. Je hebt gewoon een platform waar je makkelijk iets kan proberen. En dat proberen noem ik dan maar even innovatief. Ik wil het niet eens innovatie noemen. Maar innovatieve dingen proberen, daar zijn we nu over aan het nadenken. Om dat dus mee te nemen. Ook als een soort verrassing naar de business toe. Weet je, ook om een keer wat anders te laten zien. Joh, zo kan het ook. Maar je zegt, joh, ik ben echt volledige innovaties aan het vrijspelen op die manier. Nee, die vliegen geloof ik niet in. Jasper, kun je antwoord geven op Leon's vraag? Intussen ook. Wij vinden die business users te leuk om aan te sluiten in Scrum teams. Het wordt toch een beetje een IT. Leuk voor die IT-jongens, maar van mij niet meer lastig. Bewezen ja. In zoverre, we zijn even zo grofweg 2 maanden terug begonnen om een aantal webinars te organiseren. Om de business mee te nemen, te laten zien wat is Mendix en wat kan je ermee. En heb je wellicht interesse of vind je het leuk om mee te gaan programmeren daarin? Uiteindelijk kwamen daar van de 350 man die we uitgenodigd hadden, kwamen op de eerste uitnodiging, kwamen zonder dat we daar hebben over leuren of sleuren, kwamen de 100, 110 man die zich aangemeld hebben en de eerste webinar gevolgd hebben. En uiteindelijk heeft dat in webinar 5 geleid tot... Dat is 10% van jullie personeel, toch? Dat gaat hard, ja, klopt. Sweet. Ja, dat is 10% van jullie... Nou, de 350 man hebben we uitgenodigd omdat die in bepaalde hoeken zitten waar we zeggen, joh, dat is interessant om die uit te nodigen. Die weten een stukje van hun proces en die hebben wellicht ook behoefte aan om zelf wat te gaan programmeren in de toekomst. En wat je ziet is dat daar een groep uit ontstaan is nu van 12 man, die we nu ook echt een opleiding geven in Mendix programmeren. En waar we dan ook gaan zeggen, jongens, jullie zijn, ik noem maar de voorhoede in de business. We hebben zelf een centrale Scrum team, net zoals dat bij gemeente Rotterdam dat gebeurt. Die bepalen even het speelveld en daar de regeltjes voor. Maar zij gaan dus zelf met dat team samen, kunnen ze dingen gaan ontwikkelen. En die worden dan ook aangemerkt binnen de business als je iets wil om dingen te proberen. En neem even contact met die en die op. Die kan wellicht wat voor je gaan bouwen samen met het team.
Dus dat is even de lijn die we gevolgd hebben. En dat slaat heel goed aan. Je ziet dat tegelijk iedereen binnen de business ook weet dat we dit hebben. En dat er dus ook mogelijkheden zijn. Dus je slingert ook een nieuwe motor aan. Ja, mijn ervaring is ook dat als mensen eenmaal ontdekken dat je echt iteratief kan ontwikkelen, dat je een totaal andere dynamiek krijgt tussen business en IT. Dus ik kom zelf ook uit een wat traditionele omgeving. Daar moest je bij spreken met het mes op tafel onderhandelen over scope. Want je had maar één kans om het goed te doen. En dat was aan het begin voordat je je handtekening zette onder een functioneel ontwerp. En in deze wereld is dat echt totaal anders. Je kunt meekijken naar hoe de applicatie ontwikkelt. Je kunt ook doorgronden wat er gebeurt, omdat het allemaal met visuele modellen gaat. En omdat je zo, ja, zo razendsnel ontwikkelt, kan je ook bijsturen. En dat is ook tegelijkertijd, denk ik wel, de uitdaging voor veel mensen aan de businesskant, dat ze plotseling besluiten moeten nemen voor hun achterban, om maar zo te zeggen, en soms wat ongemakkelijk zich voelen bij de reikwijdte van besluiten. Denken van, oh, als ik het maar niet verkeerd doe. Dus dat is echt wel een hobbel waar mensen overheen moeten. Is mijn ervaring bij heel veel andere klanten die toepassen. Ja, je ziet ook dat je veel minder discussie hebt over de kaart. Dat is een mooie afsluiting. Sorry, je ziet op dit moment dat je steeds minder een discussie hebt over een vastgetimmerde scope. Precies. Het voortschrijdend inzicht kan je gelijk meenemen in die ontwikkeling. Ja. En dat brengt juist veel meer kracht in je applicaties die je bouwt. Helemaal eens. Mooi, dat is een mooi punt om juist over te gaan naar die breakout. De vraag daar namelijk is, de vraag naar intelligente automatisering vanuit de business vergt een andere aanpak door IT. Afgezien dat dat ja is, is het leuk om dan te weten wat dat dan is. Nou, Jasper heeft volgens mij net zojuist al een eentje weggegeven. Ik zou willen voorstellen om Marita om de groepen te verdelen. En als de collectieve antwoord is ja, een andere aanpak van door IT, wat is dat dan? Dus wat zijn dan die dingen die gewijzigd moeten worden? Dat doen we in een breakout, kunnen wat meer mensen aan het woord zijn. Dan mag ook gesproken worden over eigen ervaringen. En dan komen we weer terug rond de klok van 5:10 voor een terugkoppeling. Ja, helemaal goed. Welkom terug. Nou, bij ons was het eigenlijk niet zozeer een sessie over de stelling, hoewel er een aantal dingen eigenlijk wel voor kwamen. Ik zat in de eerste breakout groep. We hebben vooral ervaringen gedeeld. Politie, Rijkswaterstaat, HTM, Shell. Erg leuk om verschillende ervaringen daarin te horen. AFM. Hans, misschien mag ik jou dan toch wel de vraag stellen, want of jij wat best practice wilt delen rondom de stelling. De vraag was, de intelligente automatisering vanuit de business vergt een andere aanpak door IT. Wat is jouw kijk hierop? Of jullie kijk? Ik denk wel degelijk een andere aanpak. We hebben gesproken over het gebruik van Agile en Scrum. Overigens is het niet zo dat low-code wat dat betreft, om maar zo te zeggen, zaligmakend is. Je kunt ook Agile en Scrum prima toepassen met traditionele technologieën. We hebben het heel veel gehad over de centrale regiefunctie die er eigenlijk wel moet zijn vanuit het IT-perspectief. Als je zonder dat de business aan de slag laat gaan, dan creëer je in no time je volgende legacy-probleem. En sommige van de deelnemers die zijn eigenlijk nu al actief bezig om dat zelfs op te ruimen, zeg maar vanuit een low-code perspectief. De aanpak die wij heel erg propageren daar is kijken naar 4 P's. Dus hoe richt je je portfolio in? Dus met andere woorden, welke applicaties zijn geschikt om met low-code te ontwikkelen en welke niet? Dan moet je slimme keuzes in maken. Denk aan je processen. Dus welke processen richt je in? Dus het hele Agile Scrum werken, maar natuurlijk ook alle governance processen daaromheen. Hoe stel je teams samen? Erg belangrijk. Wie zet je, zeg maar, in een soort center of excellence? De meeste van de klanten die ook aan het woord zijn geweest, hebben kleine teams die eigenlijk die regiefunctie vervullen. En daar wordt dan een schil omheen gebouwd, zeg maar, van partners bijvoorbeeld die scope kunnen bouwen. Maar daar moet je natuurlijk heel slim mee omgaan. En de laatste P is dan van platform. Dus hoe zet je het platform in? Hoe bed je het in, zeg maar, in je hele applicatielandschap? Want hoe mooi wij low-code ook vinden, het is niet het enige, de enige technologie in je landschap. En je moet het op een slimme manier inzetten en ook inbedden In je landschap en ook keuzes maken met betrekking tot deployment. Gaat het in de public cloud draaien of in een private cloud of een andere soortige deployment omgeving. Dus rondom dat
thema, zeg maar, hebben wij een hele serie van best practices. En ik durf wel te stellen dat op basis van de gesprekken die wij in de breakout hebben gehad, de noodzaak, zeg maar, om je echt te organiseren hierop, veel groter is dan het belang van de technologie, want die is er wel. De uitdaging is denk ik meer de organisatiekant. Zoals altijd toch weer. Ja, en gelukkig maar. Ja, precies. Ja. De mens blijft cruciaal. Dankjewel Hans. Johan, Herman, nog iets toe te voegen uit jullie, terwijl de laatste poll verschijnt, uit jullie discussie? Ja, nou ja, op zich wel. Wij hebben het wel weer over andere dingen gehad. Dat maakt het altijd wel weer leuk dat je twee verschillende groepen hebt. Dat valt me er ook altijd nog weer op. Misschien ligt het aan mij hoor. Dat ik een andere kant op ga soms in dit. Maar we hadden eigenlijk een paar dingen die opvielen. Waren een aantal mensen het al over eens. Je kan low-code/no-code kan je prima gebruiken voor een aantal applicaties. Die worden ook heel goed ondersteund door Mendix. Maar een aantal core processen, die moet je dan misschien wel weer niet in doen. Want dat is soms vanwege wettelijke zaken. Hè. We hadden Nationaal Nederland in de call. Of een gemeente, als je je burgerzaken wil regelen. Waar het ministerie van Binnenlandse Zaken dan niet zo blijven van zou worden. Dus dat was een van de opmerkingen die wij langs gingen. Een andere ding is wat Asher aan. Dus je moet echt wel eerst even de echte problemen proberen te onderkennen en willen aanpakken. Dus niet zozeer, en dat zei Hans net ook al, niet zozeer de techniek voorop stellen, maar wat wil je precies gaan oplossen? Ja. We kunnen alles wel wat doen, maar het gaat ook echt het probleem aanpakken. We hadden ook nog de opmerking dat, een aanleiding van de stelling, en er was van Anneliese die zei van, nou oké, ja, IT moet zich misschien aanpassen en anders zich iets anders gedragen, maar vooral ook de businesskant moet zich anders gaan gedragen. Dus daar was ook ook overeenstemming over. En ik maakte nog de opmerking op het einde van, ik heb de hele middag al het woord cloud niet gehoord. En dat is ook wel eens een keer verfrissend op een sessie met ideeën. En dat was even van onze kant het rapport, zeg maar. Tenzij jij nog iets aan hebt te vullen, Johan? Johan, jij wilde nog wat over de cloud zeggen, toch? Help. Pas even het geluid kwijt. Nee, ik heb niks aan te vullen. Ik denk dat het perspectief waarin Mendix zich nu begeeft is, omdat men al zo lang bezig is en succesvol bezig is, nog steeds niet ingehaald of door de agile wereld. Maar het agile werken is wel nu helemaal geïntegreerd ook met producten als Mendix. Dus ik vind het wel een grappige ontwikkeling. Leuk, dankjewel Johan. En dat brengt ons eigenlijk prachtige tijd tot het einde van de inhoudelijke sessie. We gaan nu wat meer voor het sociale aspect, de borrel, die houden we kort. Ik wil al in ieder geval Hans bedanken als co-host vandaag. Heel graag gedaan. Het panel bestaande uit zowel Jasper als Martijn voor het delen van ervaringen, maar ook eigenlijk... Ik vond het erg leuk. Er waren nog wel meer partijen, vooral in de breakouts, die hun ervaringen met low-code en twijfels en hun successen hebben gedeeld. Dus dank voor de bijdrage en deelname.